Maar niet zoveel in Oostende. Ik kwam een keer in Oostende en, uh, en toen voor een feestje. Toen we een feestje. en dan um, uh, een meisje, en ze zei: ja, um, Het minstens mensen zei komen, zes, maar het is een zware man. En uh, ik zei ook oh, waarom ze dat En ik pijn dat ze dat zei, omdat ik ook zo'n stoer deed en als ik zoiets zo van, ja, Het nu echt zware man, ook een keer je meulen, want. Eh. <laughs> en uh, <laughs> ja, die, ze zei: ja, Het is een zware man, komen, maar die jen en is een mooie hij ze ja, je moet er niet knokken en je moet er niet over klappen. En die gasten komen toe, zo'n man. En, eh, uh, en winter, iedereen aan de vest dan. En ik heb direct die keer aan, kan, met zijn jen-bien. Waarom? Omdat hij hem een short aan had. <laughs> ik weet niet waarom. En op een gegeven moment, uh, ik kom dan en ik ga uh, gewoon een beetje drink, drank serveren. En ik pak zo uh, een cocktail met een parasolkind. En ik geef dat aan hem. En hij, merci, merci. Hij bent te drinken, even ijs, chocken die parasol is in de hoogte. En ik zei, hoor het, joh, zat u dat een probleem hier en daar. En hiernaar, dat zo aan het dood? En hier noem ik dat vrij zo'n scar en ze doen en die woorden toe. En keel zo onderaan, maar ik zat hier en ik zei, nog een papahooi bescoer en ze zijn een piroot. Hij <laughs> <laughs> zei, ja, ze um, uh, zijn nog een commerce hier. Ik zei in een zet hem had een weekend ook laten zien. Ik zei joh, zei hij, mijn bien, je weet wat ik dat over had, zei hij, zei dan, zei hij ja, kijk het hoort had je erin, ook nog niks op je achter Pin met mijn mobletten. Ik zei dat we nog een beetje zeer zeer, hoe ik je niet voel, dat hij gewoon een pen ben. Ja. En ik kreeg zo'n als een drank, en ik zei, hey, liever een penje zegt hij, hou je er mee langs, <laughs> kind. <laughs> dus, voilà. <laughs>